Over kermis, wat voor jaar wordt het voor jou? Het wordt een spannend jaar, want ik heb een kandidaat gesteld bij Burgerbelangen Enschede. Is een hele andere tak van politiek voor mij. Het wordt een spannend jaar, maar ik hoop vooral een mooi jaar voor de stad en voor Enschede. Waarom ben je op de lijst gaan staan? Waarom doe je dat? Nou, ik ben gewoon een sociaal-maatschappelijk betrokken iemand. En op het moment was ik er gewoon aan toe om ook deze stap te gaan zetten. Je moet een bepaalde ervaring hebben, een beetje levenservaring, voordat je dit kon doen. En in de jaren 90 heb ik heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Bij verschillende organisaties in de stad. Nou, daarna ben ik bij Twente, heb ik heel veel dingen gedaan. En uiteindelijk, de ontwikkelingen zijn zo dat ik dacht van ja, nou wil ik ook iets gaan betekenen voor mijn stad. Met mijn ervaring, de verbindende factor. En je neemt je eigen kiezers mee, toch? Nou ja, kijk, een achterban, dat is altijd zo betrekkelijk. Hè? Kijk, je hebt natuurlijk wel heel veel mensen die je kent, die je bekend bent. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen ook dezelfde ideeën als jou, nastreven. Maar ik hoop wel het vertrouwen van de Enschedese burger te hebben. Dat ik wel mijn steentje kan bijdragen voor zowel mensen met een visuele beperking of een beperking. Mensen met een allochtone achtergrond. Maar ook voor de Enschedeer, voor de tukker. Dus eigenlijk al die drie dingen die zitten in mij. En ik hoop dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. Zo zie ik het eigenlijk.